teksten van zaterdag 26 maart 2022. Genesis 24, vers 7. De Heere zal zijn engel voor je uitsturen. De Heere zal zijn engel voor je uitsturen. Genesis 24, vers 7. Het leerwoord is gehaald uit Handelingen 12, vers 8 en 9. De engel zei tegen Petrus: doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei hij: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde hem naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren, werkelijk plaatsvonden. De engel zei tegen Petrus: doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei hij: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde hem naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren, werkelijk plaatsvonden. Handelingen 12, vers 8 en 9. Elke dag is weer speciaal. Elke dag is zo bijzonder. Omdat we met u mogen gaan en staan. Omdat wij de zekerheid hebben dat wij uitverkoren zijn door u. Anders zou u ons niet zo'n dag geschonken hebben. Anders zou u ons geen leven gegeven hebben. Dank u, Heer, dat u ook engelen op ons pad zendt. U bent het bij wie wij, tot wie wij kunnen komen. U heeft uw Zoon gezonden. De Heilige Geest woont in ons. Maar ook engelen verlossen ons. Dank u, Vader. Dank u dat wij bemoedigd mogen worden door het verhaal van Petrus, die door de engel verlost was. Zo verlost u ons uit elke benarde situatie, uit elke moeilijkheid waarin we zitten, maar ook alles wat op ons pad komt, mogen we bij u leggen. En dat willen we van een ieder nemen, Heer, en daar leggen, aan het kruis op Golgotha. Help ons, Vader, om met deze zekerheid, om met deze hoop het weekend in te gaan en alles bij u te leggen en die kracht te putten uit uw genezing, uit uw bescherming, uit uw verlossing. Vader, we leggen alles in uw handen. En u heeft ons beloofd dat ook al is ons geloof zo klein als een mosterdzaadje, dat we elke berg die voor ons is kunnen verplaatsen. Dat we elke dorre woestijn kunnen veranderen in een vruchtbaar oord. Ja, Vader, wij vertrouwen op u, wij hopen op u. En daarom mogen we zeggen aan de zieken, de bedroefden, de eenzamen, degenen die het niet meer zien zitten, de wezen, de weduwen, en ieder die denkt dat ze vandaag geen eten hebben, dat we ze mogen bemoedigen om tot u te komen, omdat u ons van alles voorziet en u zendt de engelen op ons pad. Soms in de vorm van een mens, een vriend, een vreemde. Dank u, Vader. Geeft u ons de kracht om dit weekend door te komen. Geeft u ons de kracht om te bidden voor anderen. Ook zij die jarig zijn, zij die iets te vieren hebben. Dank u, Heer, dat elke predikant, elke woordverkondiger die zich klaarmaakt om een preek te brengen in uw naam, dat zij mogen hopen en weten dat u hen leidt, dat u hen draagt en schraagt, en dat indien wij iets doen in uw naam, dat het zal gelukken, hoe moeilijk het soms ook lijkt, o Heer. En we willen u daarvoor danken, in de machtige naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht, adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend
bent.